Ja, ik begon net eigenlijk al een beetje met het alleen zitten hier. Ik kwam hier zo aanlopen. Ja, en dan staan daar twee camera's en die staan dan op één plek gericht. En daar staat dan, dat is dan het plekje van Martijn. Maar dan gebeurt er altijd iets bij mij. Hoewel ik begrijp en het ook heel erg plezierig vind om mee te werken, net als jullie mee te werken om de energie vanuit ons hart en vanuit ons zijn te laten stromen, dat we vrij uit kunnen denken, vrij uit kunnen voelen, is het altijd zo dat op het moment dat als ik de plek krijg, zeg maar de ereplek, dat ik een bepaald gevoel van eenzaamheid krijg ook. Een soort gevoel van ja, nu gaat het toch over mij. En precies datgene waar we het met elkaar over hebben op deze aarde, dat het gaat om ons allemaal, hè? Dat we allemaal een stem hebben en dat we allemaal ertoe doen. Ja, dat moet je dus ook zien uit te dragen in de boodschap, zoals je je met elkaar ook gedraagt, hoe je bent, hoe je handelt. Dat vind ik altijd een grote uitdaging als ik dan ergens alleen kom te zitten. Daarom vind ik het fijn dat we dus gewoon lekker zo zitten. Dat ik niet 3 meter ruimte tussen mij en een ander heb, want dan krijg je toch dat beetje dat goeroeverhaal. En dat is, dat weten de mensen die daar echt de moeite voor hebben genomen om eens naar te luisteren wat ik daarover vertel, wat ik daarvan vind en wat ik daarbij voel. Dat dus echt helemaal afgelopen is. We zijn allemaal onze eigen goeroe. Maar soms zijn er wel in deze wereld mensen nodig die gewoon eens even opstaan en dingen zeggen. En op dit moment is die dat en dat moment is die dat en dan ben ik eens aan de beurt. Maar zo zijn we allemaal op een hele mooie, bijzondere manier bezig en dan mogen we elkaar gewoon allemaal in gaan zien. Dus deze dag heeft niet een thema dan wel dat we op een hele vriendschappelijke manier lekker samen kunnen ervaren hoe het is. Om ook met mensen die je nog nooit hebt ontmoet, ja, samen te kunnen zitten. Wat gebeurt er? Wat roept dat op? Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. En ben ik heel dankbaar voor dat we dat met elkaar vandaag beleven. En dat we dat ook elke dag in ons leven ook werkelijk ergens gewoon kunnen zijn. Dus ook op je werk. Als je aan het werk bent, dat je voelt, oh, ik kan ook op een andere manier op mijn werk mij gedragen. Ik kan me ook anders voelen. Ik kan me anders voelen, dat kan ik ook omzetten in een gedrag. He, dus dan dat je niet meer in al die programma's blijft hangen van hoe we zo geprogrammeerd zijn. Dus met een groep van 50 of 52 mensen zijn we vandaag. We zijn natuurlijk geen groep, we zijn allemaal onafhankelijk en autonoom. Maar op het moment dat we bij elkaar zijn, zijn we ook een collectief bewustzijn. Nou, ik ben daar altijd waakzaam in, dat je het vooral niet eens gaat raken met de thema's waar we het over hebben. Maar gewoon luistert naar elkaar en daar gewoon heel, heel zelfstandig ook in bent. Van, oh, wat mooi dat jij dat zo ziet en... Ja, goed, ik zou dat helemaal zo niet benoemen, maar jij gebruikt dat woord ervoor. Nou, goed. Maar dat je dus dat zo laat. En ja, we zien gewoon te veel gebeuren dat er heel veel correctiegroepen actief zijn. Ook in het spirituele bewustzijn, het oude spirituele bewustzijn, zo noem ik dat eventjes. En het is ook niet om een etiket op te plakken van dat oud niet goed is. Maar we zijn ons aan het uitbreiden in ons bewustzijn als mensheid. En we zijn aan het ontdekken wat er allemaal gaande is en hoe we geleid worden in ons denken en ook worden geleid in ons voelen. Ja, en dan ga je gewoon ook zien van ja, er is ook een soort een vorm van oude spiritualiteit. En misschien is het hele woord spiritualiteit wel dermate vervuild geraakt dat we dat helemaal niet eens meer moeten gaan gebruiken. Dat we moeten gaan kijken naar een nieuw woord of misschien wel gewoon helemaal geen woord meer aangeven. Dat het vrijkomt, vrij uit de programma's. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch om dat vandaag met elkaar hier te ervaren. In de Drunense Duinen, hè, heet het geloof ik hier. Ik ben hier ook vandaag voor het eerst. Ja, en dan zo ook tussen de bomen en de dieren te kunnen zitten. Als we vandaag niet zouden zeggen, ja, dan zou ook het meest uitgedragen worden van binnenuit. Dus dat gaan we ook lekker doen vandaag. Om eens te voelen hoe het is om vanuit jezelf hier te zijn en dat het eigenlijk ook nergens over gaat. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Alles wat we denken waar het over gaat, waar we denken dat we een doel in hebben, dat is eigenlijk een gedachte die heel erg hoort bij onze menselijke conditionering. Ja, dan kom je op allerlei thema's uit. Maar goed, ik ben heel erg blij dat ik hier samen met jullie mag zijn. En er gebeuren ongelooflijk veel bijzondere dingen. Er gebeuren ook heel veel moeilijke dingen op de aarde en in de menselijke omgeving.
We staan voor immense uitdagingen als mensheid. En een van de grootste uitdagingen op dit moment is dat de mensheid, ikzelf ook, wij allemaal, dat we in het grote transitieproces of processen waarin we op dit moment echt alle tekenen van om ons heen zien gebeuren en ook in onszelf, dat we ons daar niet in laten kapen door de ideeën van anderen. Dus ook niet door ideeën van instituten, ideeën van goed bedoelde groepen, maar dat we gewoon alles observeren en ons niet mee laten trekken door allerlei ideeën hoe je iets kunt oplossen als het ware. En wat ik daarmee wil aangeven is dat als je denkt in termen van problemen, dan heb je ook echt een oplossing nodig. En dan ga je op zoek naar een oplossing. En dan komt de oplossing komt ook eigenlijk uit het brein. En die komt dus uit het labyrinth, zoals ik dat noem, omdat het één groot doolhof is in het brein. En maar dat geldt andersom ook, dat de oplossingen die jij dus niet zelf bedenkt, dat die ook worden bedacht uit gedachten van andere mensen, goed bedoeld, aansluitend op de ogenschijnlijke problemen. Maar als je het probleem niet kunt doorgronden in wat het werkelijk is, dan kun je de oplossing ook nooit aandragen. Dus we moeten waakzaam zijn in dat we niet als makkelammetjes, ik gebruik dat woord bewust, omdat daar gewoon duidelijke taal in wordt gesproken in wat ik daarmee wil aangeven, als mensen, als makkelammetjes, meegevoerd worden in de mogelijkheden aan oplossingen die er zijn voor problemen, die eigenlijk de problemen niet zijn. Dus we moeten gewoon dieper gaan kijken van wat is er nou eigenlijk werkelijk gaande? Waar ga ik voor? Waar ben ik mee bezig? Wat beoog ik? En kan het zo zijn dat datgene wat ik beoog, dat dat nog eens een onderdeel is van een massale afleidingsmanoeuvre? Nou, dat zijn behoorlijke stevige onderzoeken. Hè? Nou, laten we daar maar eens gewoon vandaag onder andere over spreken, of over voelen, over zijn. En het gaat niet alleen over vandaag, want het wordt opgenomen, want dit moment van nu is kwantum aanwezig voor altijd en overal. Dus of dit nou wordt bekeken in 2081, of het wordt bekeken in 2011, ja, de intentie is gewoon hetzelfde. Het gaat echt ergens over, maar wel zonder belang. Nou, daar gaan we het, wil ik zo nog wel graag wat over zeggen, ook over het belang. Ik was gisteren aan het reizen ook in Nederland. En ik reed met mijn auto. Op weg was ik naar een afspraak. En ik was met mijn autootje iets eerder aanwezig als dat ik het idee had dat ik aan zou komen. En het was ook net zo'n mooie dag daar als hier. En toen keek ik zo op de klok. Nou, niet zo, want ik heb geen klokje hier. Dus ik keek op het dashboard. En ik dacht, nou, ik heb nog even een kwartier de tijd. Ik ga nog eventjes de andere kant uit. En toen keek ik op het bord en ik wist precies welk dorpje ik zou gaan bezoeken. Dat voelde ik. Ik ga daarheen. Dus ik reed met de auto die kant op. En toen reed ik over een N-weg, hè, dus een tweebaansweg. En toen keek ik op een gegeven moment naar links en toen zag ik daar een landweg. En er stond op verboden toegang en een bord stond erbij. Maar ik werd direct geraakt op de een of andere manier, geïnteresseerd, laat ik het zo maar even noemen. Geïnteresseerd in waar ik naar keek. Dus ik ben een paar honderd meter verder opgedraaid op de weg waar het natuurlijk kon. Hè. Gedraaid, teruggereden, toen reed ik dus die oprit op van het landgoed bleek het te zijn. En toen kwam ik zo'n 100 meter verder en toen stond er weer een bord van geen toegang voor onbevoegden. Ja, en weet je, en dan zijn er dus twee mogelijkheden. Dan reageert je brein, wat je hebt geleerd, van oh ja, dan moet ik dus niet in. Maar in hetzelfde moment reageert ook mijn bewustzijn, dus ik ben ook gewoon in mijn alertheid ook gewoon bewust van ja, ik ben eigenlijk helemaal niet onbevoegd. Wat is onbevoegd? Wat gebeurt er als dat daar staat? Wat voor instructie wordt er aan mij gegeven? Hoe reageer ik daarop? Moet ik nu de regels aan mijn laars lappen en maar gewoon het terrein van een ander opgaan? Dat kan ook niet, hè? Maar ik ben mij bewust van wat gebeurt er in mij? Want ik stond ook gewoon direct stil. En toen voelde ik van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon respect hebben voor die mensen hun landgoed. En ik voel ook dat ik hier gewoon welkom ben. Dus dan heb ik achteruit gereden. Ik heb mijn auto geparkeerd zo half in het gras. Dat was een stukje van de weg af. En toen deed het raam naar beneden. En ik kijk naar links. En toen stond, het was een wild landschap. Dus er was niet gemaaid. En tussen dat hoge onkruid stond dus een houten bankje. En dat zag ik pas toen ik dus daar stond. Ik dacht, zie, daar kan ik even lekker zitten. Dus ik ben daar gaan zitten en ik kijk zo door dat land
En het was zo heerlijk om in de stilte te zitten. Om de ruis van het verkeer en de dingen die allemaal gebeuren, die prikkels, hè, die ook je lichaam allemaal ontvangt. Om even helemaal in die rust te zijn. En ik kijk zo. Wat heerlijk. En terwijl ik dus zo in die stilte zit, wist ik in dat moment, ik wist het, tapte het gewoon uit mijn bewustzijn wat ik wilde opschrijven. Dus ik weer van het bankje af, achter het bankje lang naar de auto, ritsje open van mijn laptoptas, kladblok eruit, pen erbij, ga weer terug, ga weer zitten op die plek en ik ga zo schrijven. Ik schrijf alleen maar van wat ik op dat moment weet. Dus ik hoef niet, ik ben niet aan het channelen, er komt geen informatie van buitenaf. Dus het komt van binnenuit, wat ik weet, hè, dat zijn die heldere momenten, dat je heel precies weet van wat je voelt en wat ermee verbonden is, schrijf het maar op. Dus ik ben zo, ik geloof, dat is een kladblokje van dit formaat, was ik bij de vierde pagina en ik was klaar met schrijven. En het was gewoon klaar, het was gewoon mooi. En toen wist ik van, oh, dit ga ik straks gewoon in een berichtje plaatsen of zo. Ik ga het gewoon delen, gewoon naar buiten brengen. Helemaal niet met een bepaalde bedoeling, maar gewoon dat voelde ik. En ik leg dat zo aan de kant en mijn pen rolt er ook nog vanaf tussen het gras. En ik zit zo op dat bankje, lekker in de stilte, in de rust. En het enige wat ik doe, en het woei gisteren aardig daar waar ik was. Het enige wat ik deed, ik was mij bewust van de omgeving, bewust van wat ik hoorde, wat ik voelde. Dus ik hoorde de bomen ruizen, er waren vogels. En ik voelde het zonlicht op me schijnen en ik rook ook de lucht van de natuur. Dus ik was me heel bewust van wat ik allemaal om me heen ervoer, wat er aanwezig is. Dus in die stilte zit ik zo met mijn ogen dicht. En ineens krijg ik een heel diepe laag van ontspanning, waarvan ik zeker weet dat ieder mens dat kent. Dat zijn die momenten die kun je niet beschrijven. Dan weet je van, ja, dit is eigenlijk... Als ik dit voel, kan dit mijn hele leven voelen, dan is eigenlijk alles wat er nog verder is eigenlijk totaal onbelangrijk. Dus dat is een hele diepe staat van je in jezelf zijn. En ik raakte daar ook bij ontroerd. Ik voelde daarbij geëmotioneerd, voelde ik me. Ik voelde me geëmotioneerd dat ik in die stilte zat. En ik doe mijn ogen open en voor mij kijk ik dus in dat land en ik zie het beeld een beetje vibreren. Waar ik naar kijk, een bepaald gedeelte. En het eerste is, omdat ik gewoon, ondanks waar we het allemaal over hebben, ben ik gewoon een nuchter mens. Ik verifieer alles zoveel mogelijk. Dus ik had even het idee, ik ben ontroerd, ik had een beetje vochtige ogen. Ik heb een beetje een traan in mijn oog of zo, dus ik zie er zit iets in mijn oog. Dus ik wrijf nog zo mijn oog. En ik kijk, maar het blijft. Het is eigenlijk een niet vaste vorm. Het is een trilling die bewoog. En waar ik doorheen kon kijken, het was wel op een afstand van, ik denk wel 150 meter. Even zo geschat. En ik kijk ernaar en terwijl ik ernaar kijk, zie ik die transparantie wegtrekken naar een bepaalde verdichting. Dus ik zie ook dat het een grijze massa is. En terwijl ik daarnaar kijk, heb ik ook direct de behoefte om te stoppen met kijken. Ik hoef het niet per se te zien. Dus ik ga gewoon direct weer in mezelf, in die rust. En terwijl ik mijn ogen dicht heb, krijg ik een heel helder beeld. Hier in mijn bewustzijn, dus in dit gedeelte. Heel helder. En als ik zeg helder, bedoel ik ook echt helder. Dus niet een fantasie of een visualisatie. Een scherp, helder beeld. Eigenlijk scherper dan deze werkelijkheid. Zie ik die werkelijkheid voor me met mijn ogen dicht. Zie ik daar een object verschijnen met twee mensen eruit komen. Gewoon door de muren heen als het ware. Transparant. Waarvan één persoon, waren grote mensen, één persoon keek niet in mijn richting. Kon ik ook niet zeggen dat het een man of een vrouw was. Had hele lange gewaden aan. Met aan de onderkant hele gele, ja, het waren geen symbolen, het waren meer figuren. Ja, dat zijn ook symbolen natuurlijk, maar geen glyfs bedoel ik. En ik kon er heel helder naar kijken. En toen ik daarnaar keek, met mijn ogen dicht, had ik ook het idee, ik moet eigenlijk nu gewoon mijn ogen open doen, want ze zijn er gewoon. Maar die gedachte was direct weg. Ik bleef lekker in de rust. En ik kijk naar die tweede persoon. En dat was een man. En die draait zo zijn hoofd naar mij om. En kijkt mij recht in mijn gezicht. En op het moment dat ik aangekeken word. Terwijl ik mijn ogen dicht heb. Word ik zo diep aangekeken. Er was geen afstand meer. Er was zo diep contact. Ik raakte zo in een emotie. In een gevoel van wat wij hier kennen als
ja, emotie, maar het was veel meer dan dat. Het was een hele diepe ontroering. Dat de tranen liepen over mijn wang, kon het gewoon niet stoppen en ik wilde het ook niet. Het was gewoon pure uiting van zuiverheid van wat ik daar waarnam. En ineens was het weg. Ploef. En toen dacht ik letterlijk, nou als het dan weg is, kan ik net zo goed mijn ogen open doen. Want als het daar weg is, dan is het daar misschien nog wel of ook weg. Dus ga ik het zien. Dat was in, heel snel gaat dat, hè. Gedachten gaan niet in zinnen, dat is tjak tjak. Dus ik kijk, doe mijn ogen open en ik zie nog steeds die vibratie. En ineens uit de vibratie, die stopt, tegelijkertijd dat die stopt, verschijnt er een hert. Gewoon een hert. Niet gewoon een hert, een heel mooi hert. Maar wel gewoon van deze werkelijkheid. En ik kijk naar dat hert en dat hert kijkt dus vanaf mijn kant, dus vanuit mijn perceptie kijkt dat hert dus naar rechts. En ik kijk en ineens gaat dat hert lopen en springt zo met zijn poten achter in de lucht. Begint helemaal te springen. En ik zat nog in mijn hele geëmotioneerde toestand, dus ik begon en te lachen en echt te huilen. En als een ander dat had gezien, had een ander gedacht van nou, ik... Nou, heeft het vast heel moeilijk. Is, hè? Dat was zo'n zuiver moment. En dat hert dat springt alle kanten uit en stopt. En vervolgens draait het hert zijn hoofd om en kijkt mij recht aan. Op die lange afstand. En komt zo naar me toe lopen. En op het moment dat het heel dichtbij kwam en ik zijn ogen kon zien. Echt ook dichterbij. Maakt het een sprong en rent zo in een keer heel hard weg. Dat vond ik een hele mooie ervaring. En we zitten hier niet nou om naar mijn ervaringen te luisteren. Maar we zitten hier om open te zijn. Dat zijn de dingen die ik dan meemaak. En ik denk dat het gewoon de tijd is dat we de sloten eraf halen. Dat we in alle openheid kunnen vertellen wat we voelen. We hoeven het niet altijd te zien. Wat we voelen, wat we weten, wat we dromen. Het maakt niet uit. Het gaat om openheid. We hebben multidimensionale mogelijkheden in ons. We zijn niet gebonden aan ruimte en tijd. Dat is wat we ervaren. Dat is wat onze mind ervaart. Maar we zijn bewustzijn. En ons bewustzijn is op dit moment aanwezig, ogenschijnlijk wat we denken in het lichaam. Zo ervaren we dat althans. Maar wie belet ons nou eigenlijk om zo open te zijn? Dat doen we gewoon zelf. En ik wil daar alleen maar mee aangeven van, laten we op deze aarde nu alles onbelangrijk vinden wat tegengestelde krachten zijn in die zin wat mensen van je vinden. Wat mensen ervan vinden. Of mensen het leuk vinden of je iets vertelt of niet. Of mensen het eens zijn met je. Het gaat niet om dat je het eens moet zijn. Het gaat om dat je elkaar toegang geeft. Dat je ruimte creëert voor elkaar. En wat ik doe, ik vertel gewoon in alle openheid en zuiverheid en transparantie. Mijn hele leven al, van klein jongetje af aan. Nou, zo klein ben ik ooit geweest, maar toen ik eruit kwam, iets groter denk ik. Heb ik altijd gewoon gezegd wat ik meemaak. En ik heb gemerkt dat ik niet anders kan. En ik maak ook wel beslissingen daarin dat ik dat niet altijd doe. Omdat ik niet vind dat een ander voortdurend getrakteerd moet worden met mijn verhaal. Maar ik geef er gewoon meer mee aan van, weet je, mensen vinden dat gek. Mensen vinden mij raar. Ik word geclassificeerd in allerlei verschillende modellen. Zeg maar in alle groepen die met bewustzijn bezig zijn, daar is geen ruimte eigenlijk voor een overkoepelende visie, want dat is waar ik het steeds over heb. Dat alles bij elkaar komt en dat als je zaken bij elkaar gaat brengen, dat betekenissen ineens komen te vervallen, dat er een grotere betekenis zichtbaar gaat worden achter elk thema en onderwerp. En ik ga daar gewoon voor. Ik ga er gewoon voor om vanuit openheid en transparantie te spreken. En ik nodig alle mensen uit, niet alleen hier in deze groep en in deze setting, maar over de hele aarde om dat te doen. Want pas als we gaan spreken en we gaan delen, dan pas komt ook de vibratie van binnen naar buiten. En als er dan iets wordt gezegd wat het misschien helemaal niet is, omdat het een perceptie is, dan gaat het er niet om of het klopt of niet klopt, goed of fout is. Het gaat erom dat je door de openheid ruimte creëert, dat wat de diepere inhoud is, dat dat ook zichtbaar gaat worden. En dan moet je bereidwillig zijn om ook bij te stellen. Dus we zijn als een collectieve beschaving, zijn we aan het onderzoeken. We moeten boeken loslaten, omdat de boeken uit het labyrinth komen, uit de mind. We moeten dat aan de kant gaan zetten, gaan kijken van wat voelen we nou werkelijk zelf? Waar gaat het om voor mij? En op dat moment dat je daarna gaat kijken en je gaat dat ook werkelijk toepassen, dan ben je eigenlijk het mens zijn van wie de mens van oorsprong is als bewustzijnswezen, ben je weer aan het herstellen. Ja, en daar wordt eigenlijk aan gesleuteld om dat te voorkomen. En dat is een hele diepe ingreep. Dus we, ja,
wees maar gewoon open. En ik vind het niet erg als mensen mij niet leuk vinden. Wat ik wel heel erg jammer vind, omdat het gemiste kansen zijn, is dat mensen die ook met bewustzijn bezig zijn, dingen gaan roepen. Nu heb ik het niet over mij, maar in het gehele beeld van de aarde. Gaan roepen hoe het in elkaar zit over een ander, zonder met die ander in contact te gaan. Mm-hmm. Dus je kunt heel makkelijk zaken over elkaar zeggen. Je kunt een bepaald stukje van iemand horen, over iemand horen, zonder echt contact te hebben gehad met iemand. En dan beroep je in de kern, beroep je dus op informatie uit de matrix, uit deze werkelijkheid. Belangrijk is dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Daar wordt voor geapplaudiseerd. En het ontmoeten hoeven niet hele diepgaande gesprekken te zijn in allerlei sessies. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon, het begint al met de bereidwilligheid. Dat je naar een ander kunt kijken van, ja, weet je, jij bent ook net als ik bezig om zaken te onthullen in jezelf en te onderzoeken. En wat doe je dat toch ook dapper en wat doe je dat ook mooi? Er zijn heel veel obstakels te overwinnen in ons bewustzijn. Ja. Maar op het moment dat we denken dat we ze overwinnen, door ze te moeten overwinnen, ja, dan gaan we de strijd in. En dat is helemaal niet nodig, want de kracht zit hier binnenin, in wie we zijn. En die vibratie, ja, daar gaat het om. Dus dat hertje dat ging weg. En ik zat op mijn stoel en ik keek eens op mijn telefoontje. Ik denk, ja, geen smartphone. Heeft helemaal geen zin trouwens, want al die telefoons mij gaan allemaal kapot. Dat is echt rampzalig. Gelukkig eigenlijk maar, want daardoor ben ik heel slecht bereikbaar. En kan ik nog eens op een bankje zitten. Ja. En ik ga in mijn auto en ik start mijn auto. En terwijl mijn auto start, krijg ik gelijk een ping te horen. Ping! Stuurbekrachtigingstoring. Ping! Rembekrachtiging kapot. Ping! Lekker band. Ping! Alles wat stuk kon gaan, 15 lampjes zijn aangegaan. Alles ging stuk. De display van mijn navigatie ging trillen. Die viel uit. Boom, weg. Ik kreeg hem ook niet meer aan. En mijn telefoon liep vast. Zo reageert de externe werkelijkheid op als je, en daarom vertel ik het ook, dat je tijd neemt voor het meest, tussen aanhalingstekens, waanzinnige wat je zou kunnen meemaken. Daar aandacht aan geven en naar kijken. Laat het maar zien wat de schepping waarin wij leven, hoewel we in een matrix leven, hoewel we in een strikt gecontroleerde omgeving leven, zijn er vrije zones in die omgeving en die begint met vrijuit spreken, vrijuit daarvoor observeren, vrijuit tijd en energie steken. En dan reageert dus elektronica op. Dus mijn auto was gelijk stuk. Ik kon hem wel gewoon starten, maar bleek dus dat er een storing was in een boordcomputer en de generator was ineens kapot en was van alles kapot. Dus de auto naar de garage gebracht en een heerlijke middag gehad en die ging over trilling, frequentie, krachten, krachtvelden. Of het mogelijk is om een werkelijkheid met krachtvelden, met resonantievelden onzichtbaar te maken en daar een ander veld voor in de plaats te zetten. En ja, dat was buitengewoon ook goed om daarover te spreken. En toen ging ik naar huis en toen was de vraag, ja, hoe ga ik nu naar huis? Nou ja, zei die persoon, hier is mijn sleutel en, van de auto en rij maar lekker naar huis. Ik zei, nou wat fijn dat dat mag. Ja, hij zegt, heb jij een andere oplossing dan? Ik zeg, ja. Ja, ik kan bijvoorbeeld bellen naar huis en vragen of ik opgehaald word. Ja, dat is ook een oplossing, zegt hij, maar hier is de auto en de auto is gewoon voor jou. En dat voelde zo allemaal kloppend, weet je, want een auto is ook, ja, een auto is ook echt bezit, hè. Dat is hebben ons heel sterk mee geïdentificeerd als samenleving. Je mag een hobby hebben, hè? Dus dat is helemaal geen punt. Als jij van een bepaald type auto houdt, nou, dan kan er dus een bepaald gevoel bij zitten. Maar ik vind het dan heel, heel veelzeggend als ik gewoon een auto meekrijg van iemand. Dat vind ik heel, heel fijn, net als dat je ergens wandelt en geen hotelletje kunt vinden, dat er een deurtje open gaat en hoe kan ik u ergens mee helpen? Ja, nou ja, zeg maar gewoon je. Nou ja, kan ik je ergens mee helpen? Ja. Ja, ik zoek eigenlijk een bed en breakfast. Nou, hoef je niet te zoeken hoor, ik heb nog wel een bed. Oh, ben jij ook een bed en breakfast? Nee, maar ik heb gewoon nog een kamer over. Zo. Zoveel gevaren zijn er ingeprogrammeerd dat we dat niet meer durven. En we worden steeds verder weggeleid door het circus van angst en toestanden die dus wel echt op deze wereld wel plaatsvinden. Dat moeten we ook niet ontkennen. Maar het heeft zoveel leiding genomen in wie wij zijn. Nou ja.
dat mag best wel eens gewoon heel goed belicht worden door de mensen op deze wereld. En dat is niet iets wat je zomaar kunt afdwingen in jezelf en ook niet naar een ander toe. En dat kun je ook niet verwachten dat de hele wereld daar ineens mee bezig is. Maar wat je in ieder geval kunt doen is gewoon zelf mee bezig zijn. Op een hele plezierige manier. Nou, en daarom zijn we bij elkaar vandaag. Omdat we allemaal weten in onszelf, dat deze werkelijkheid waarin we nu leven, dat die niet klopt. Die klopt van alles niet. En doordat er zoveel niet klopt, zijn wij hebben heel veel behoefte aan kloppende dingen. En ook daarin laten we ons gewoon om de tuin leiden, omdat de gepresenteerde kloppende zaken ook niet kloppen. En daar ligt natuurlijk ook het onderzoek van, ja, maar wat klopt er dan nog wel? Moet ik dan gewoon zeggen van dit is wel goed en dat is niet goed? Nee, het gaat erom dat we niet zomaar akkoord gaan met wat er gebeurt van buitenaf, maar dat we onszelf in dat moment moeten gaan toevoegen. Daar gebeurt het. Dan stel je nou eens voor dat je helemaal in een matrix leeft waar helemaal geen vrijheid is. En het wordt zo in elkaar gezet dat het ogenschijnlijk wel er is. Het is er eigenlijk niet, innerlijk wel, maar in deze werkelijkheid niet. Want we moeten voldoen aan allerlei gebeurtenissen. Je kunt met je hutje op de hei zitten en je helemaal onttrekken uit de matrix. Maar dat is allemaal niet waar, want je leeft gewoon in die werkelijkheid. Je hebt alleen de ingrediënten veranderd. Maar stel je voor dat je in die matrix, in deze werkelijkheid, dat je door gaat krijgen dat je jezelf moet gaan toevoegen. Dat je jezelf in die werkelijkheid moet laten toegang geven eigenlijk. Dat is een heel diep besef hoor. Want om dat te gaan beseffen moet je ook eigenlijk heel veel modellen eerst gaan vervangen in jezelf. Waar het om zou gaan. Nog een keer andere woorden zeggen. Ja. Dat je jezelf als het ware toegang geeft om in dat moment waarin je leeft ook iets te laten zeggen. Ook jezelf de kans geeft om niet mee te kijken in wat je ervaart, maar dat durft te betwijfelen. Want misschien zit je wel in de gedachten van een ander. Misschien reageer je wel op die situatie, omdat het merendeel van de mensheid zo reageert en reageer je op een collectieve manier. En jij denkt dat jij reageert vanuit jezelf. Dus je moet in elk moment gaan beseffen, kijk ik nu met de ogen, even heel fysiek gezegd, hè, kijk ik nu met de ogen naar deze gebeurtenis vanuit mijn zelf, ware zelf, of zit ik in een reactie, in een respons, een collectieve respons? Of ben ik juist uit de collectieve respons en zit ik in een spirituele benadering? Of is dat een collectieve spirituele benadering? Is er nog iets anders te ontdekken? Nou, als je dat in een soort samenvatting in jezelf kunt voelen in het moment, zonder al die vragen, hup, dan gebeurt er iets in dat veld. Alleen in dat moment. Je moet daar geen verwachting van hebben voor de toekomst. Het gaat alleen om dat moment. Daar hebben we onszelf in te bevrijden. En dat kan niemand voor je doen, dan kun je alleen maar zelf aanvliegen. Het is wel zo dat hoe meer mensen met dat bewustzijn bezig zijn, die resonantie van binnenuit, hoe krachtiger die vibratie ook in deze werkelijkheid zijn werk doet. En dus wat ik wel eens zeg, is van, ja, er is een soort schilderij geïnstalleerd voor mij. Een heel mooi schilderij. En ik kijk ernaar en daar is het leven in. Met al zijn mooie dingen en ook al zijn vreselijke moeilijke dingen. Pijn, verdriet, rouwprocessen, angst, woede, eenzaamheid. Maar er is ook heel veel verbondenheid in dat schilderij en liefde en vreugde. En dan kijk ik naar dat schilderij en dan ga ik me helemaal verdiepen in die positieve gevoelens. Daar richt ik me op. En dan ga ik akkoord met dat schilderij. En dan zeg ik van, ja, maar dit is zo'n mooi schilderij. Als je echt anders gaat kijken naar dit schilderij, jongen, dan vergeet je al die negatieve dingen. Dan kijk je daar gewoon niet meer naar. Dan heeft het geen inhoud, dan word je er niet door geraakt. Hè? Wat je aandacht geeft groeit, dus je moet gewoon kijken naar dat schilderij wat leuk is, die ingrediënten. Zo zie ik wel eens dat alsof deze werkelijkheid een schilderij is met al zijn mooiheid. Maar stel je nou eens voor dat schilderij wat wij er zien, dat voor een andere schilderij is geplaatst. Waar dus die ingrediënten niet in aanwezig zijn van die eenzaamheid en zo verder. He, dat moeten we niet voor als een onmogelijkheid beschouwen. We moeten in het onderzoek moeten we alles openzetten. He? Want
Waarom is er zoveel beknotting ten opzichte van de mensheid? Waarom wordt de mensheid in zoveel lagen bestuurd? En een andere vraag, als we dat al met z'n allen roepen dat het zo is, wat belet ons dan om dat te overstijgen? Ja, zomaar even een vraag tussendoor. Dus ik zie het zo van, goh, dat schilderij wat we zien als niet leuk, maar ook heel erg mooi. Daar kunnen wel eens, in dat schilderij kunnen wel eens ingrediënten aanwezig gebracht zijn die zich heel mooi presenteren. Maar in feite een afleiding zijn om dat wat zo mooi is en mooi voelt, te zorgen dat je ook alleen in dat schilderij blijft kijken. En niet dat schilderij eens een beetje aan de kant zet en kijkt van zou er nog iets anders zitten achter die betekenissen van die elementen in dat schilderij. Dus dan kom je in dat onderzoek. Nou, wat ik tegenkom hier op deze aarde is een enorme halsstarrigheid bij de mensen om verder te gaan kijken van wat zou het nog meer kunnen betekenen. En betekent het nou per se ook dat wat ik denk? En ik heb me behoorlijk goed verdiept in wat er in de alternatieve media ook in Nederland gebeurt. Allemaal overigens mooie mensen, we zijn allemaal mooie mensen. Iedereen draagt bij aan het proces van bewustwording, om verder te kijken. Maar er gebeurt ook iets heel interessants en dat vind ik echt formidabel. Zonder dat de mensen het eigenlijk zelf doorhebben. Ja, en als je daar dan iets over gaat zeggen, dan ben je meestal niet meer welkom op dat soort bijeenkomsten die buitengewoon menselijk ook zijn. Maar ik benoem ze toch. En het is niet gericht naar een persoon of naar een organisatie, maar meer de gebeurtenis, ook waar wij zelf dus ook een deel in hebben. We zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Wat ik dan zie is dat er bepaalde stromingen zijn binnen alternatieve media, binnen bepaalde gedachten, bepaalde geloof ook, overtuigingen, gevoelens. Dat er gevoelens zijn en gedachten die voortkomen uit iets daarvoor. Dus ik vraag dan wel eens, zou je daar eens ook anders naar kunnen kijken wat je daar zegt? Bijvoorbeeld in relatie tot het onderwerp buitenaards contact. Er is multidimensionaal leven. Niet alleen in dit universum, maar ook in andere universa. De mensheid wordt bezocht door andere beschavingen. Maar is de betekenis die wij daaraan geven, zo eenduidig, zo plat, is dat het wel? Of zijn er groepen mensen die alles op een bepaalde manier een verklaring geven, omdat wij als mensheid zo in nood verkeren? Dat het per se ook die betekenis zou moeten hebben om daarmee te kunnen overleven. Is er een grote schilderij achter de betekenis buitenaards contact? Moeten we het nog buitenaards contact noemen of zijn het bezoekers uit andere werelden, uit andere werkelijkheden? Zijn wij zelf een bezoeker uit een andere werkelijkheid? Dan vraag ik dus aan die mensen, goh, zou je daar eens anders naar kunnen kijken? En dan blijkt dus dat er belangen in het spel zijn. Er zijn belangen in het spel. En de belangen die dus eigenlijk heel vaak onzichtbaar zijn, dat is het belang van het verhaal wat je naar buiten brengt. Dus je wilt dat vasthouden. Je hebt daar naar heel veel mensen over gesproken, je hebt erover geschreven, je hebt er blogs gehouden, videofilms gehouden, er zijn boeken verschenen, tientallen boeken heeft iemand gemaakt. En dat is natuurlijk fantastisch, fantastisch dat onderzoek. Dat doet niets af aan het onderzoek. Maar als je moet vasthouden, omdat er dus dat verhaal, wat die stroomlijn die je hebt aangebracht, als daar jouw hele bestaan ineens van afhangt, of je bent er zelf in gaan geloven dat het alleen maar dat kan zijn, dan speelt er dus een belang. En dan is het belang om overeind te houden, de betekenis, hè, en ook de visie, misschien zal wel de doelstelling waar we naartoe op reis zijn met jouw verhaal, om dat overeind te houden. En zo heb ik ontdekt dat er overal belangen zijn. Overal. En ik begrijp dat. Heb jij dan ook geen belang, Martijn? Ja. Ik stel hem, want anders wordt hij thuis gedacht. En ik durf hem wel hardop te stellen. En dan zeg ik, nee, ik heb geen belang. Ik durf dat rustig te zeggen. Ik overstijg en doorbreek deze vraag door het gewoon te zeggen. Ik heb geen belang. Want als ik alles wat ik heb gezegd er 100% naast zit, dan doet dat ook niets af aan de boodschap die daarin ligt, dat mensen voor zichzelf op gaan staan en vanuit zichzelf gaan voelen van hier gaat het om. Dus ik heb geen belang. Het enige wat ik voel is dat de mensen elkaar weer gaan ontmoeten. Dat wezens op deze aarde weer de moeite nemen om iets samen met elkaar en voor elkaar te doen.
En niet de vraag aan de ander vecht. Zou jij voor mij iets willen doen voor hem en haar? Want zo zit ons systeem in elkaar. Daar zitten alle, een bank is ook een onderdeel van dat gebeuren. Eigenlijk alles. Maar dat je zegt van, nou, dat ga ik gewoon zelf doen. Dus we hebben enorme uitdagingen. En die belangen, dat is waar we dus doorheen moeten. Als we groter gaan kijken naar de belangen, dan zijn er eigenlijk overal, naar het geheel zijn overal belangen. We zien dat terug in de religies. Hoewel de boodschappen van de religies natuurlijk gaan om verbondenheid, dienstbaarheid. Ja. Ja, dus de boodschap, dat schilderij, boodschap is fantastisch. Maar er zitten wel belangen in. Er zit een bepaalde, je moet iets beleiden, er is een bepaalde route. Het gaat om het een of ander, daar moet het om gaan. Dus je wordt daar toch in zekere zin mogelijk door ontvoerd als je je committeert aan die stroming. Als we gaan spreken over bijvoorbeeld buitenaards contact, bezoeken, UFO's, et cetera. Dan is daar een soort een scala aan mogelijkheden, aan theorieën. Kom je bij de groep met theorie B, dan is er ook geen ruimte voor theorie A, C, D en de rest. Dat is het. Dat is wat ik heb ontdekt. Er is heel weinig ruimte. Dus als je dan iets anders gaat roepen, dan word je vaak uitgestoten. Nou, de hele wereld is dus doordrenkt van belangen. En nou is mijn vraag aan mijzelf, dus ook aan ons allemaal, en aan de mensen thuis, waar ook ter wereld, of buiten deze wereld. Wat is mijn belang om hier te zijn? Op dit moment in je leven. Dus waar je ook bent, wat is jouw belang? Welk belang heb je? Waar ga je voor? Wat is jouw belang? Is er een belang? Durf je dat te zien? Laatst was er iemand, mevrouw, ze zegt, ik ben nu wel heel, heel erg geëmotioneerd wat ik nu ga zeggen. En ik luisterde. En ze zegt, door deze afschuwelijke vraag, echt, en het is afschuwelijk, kom ik erachter dat ik door allerlei lagen van spiritualiteit ben gereisd, omdat mijn belang is dat ik mijn zoon die ik verloren ben, niet kwijt wil. Dat vond ik wel heel mooi hoor. Toen zegt ze, als ik dat schilderij dus weg kan halen, dat het niet daarom gaat, dan bevrijd ik mezelf ook uit een immense afleiding. Hoewel het voor mij gaat om liefde. Maar tegelijkertijd merk ik nu dat ik mijn zoon helemaal nooit kwijt ben geweest. Die verbondenheid is er. Ik heb helemaal geen model nodig. Ik voel dat zelf wel. Dat vond ik heel mooi. Want dat is nogal wat hoor. Dat zijn doorbraken. En nu geef ik dan deze situatie, maar zo kom ik heel veel mooie, ja, informatie tegen die mensen met me delen. En ik weet zeker dat er nog veel meer informatie is wat niet gedeeld wordt en het hoeft ook niet. Het gaat erom dat we op een of andere manier kunnen zien wat hier aan de hand is. Zo zijn er allerlei verschillende stromingen op aarde, gecoördineerde stromingen, om de mens binnen dat schilderij te houden. We hebben kwade krachten en we hebben goede krachten. We hebben dualiteit en we hebben non-dualiteit. Er zijn groepen die zeggen, je moet naar de non-dualiteit toe. En dan vraag ik, waar is die dan? Welke deur is dat? Ja, maar je moet niet in goed of kwaad. Dan moet je niet mee bezighouden. Er is geen kwaad. Ik zeg, nou, dan is er dus ook geen goed. Want dat is dezelfde koker waar dat uitkomt. Ja, maar hoe bedoel je dat dan? Nou, als er geen goed, geen kwaad is en geen goed, wat ben jij dan aan het uitdragen? Nou, dat zijn behoorlijke diepe vragen. Eenvoudige vragen, maar heel diep. Ja, waarachtig, het is wel waar. Ik ben eigenlijk bezig met het goede uit te dragen, zodat het kwade wat afneemt. Terwijl ik zeg dat het er niet is. Oh, dat is wel bijzonder. Dus de belangen die spelen, die zitten overal in geprogrammeerd. Zo wil ik het maar eigenlijk even zeggen. En wat ik doe, is niets anders dan dat ik een soort overkoepeling wil bespreekbaar maken met elkaar op deze aarde. Dat als alles wat er dus is, wel echt er is, goed, kwaad, neutraal, maakt niks uit, maar dat we gaan kijken met een andere perceptie eraan geven, aan wat we denken wat het is, ook wat we voelen dat het is,
Dat we durven te veronderstellen dat ons gevoel niet helemaal zuiver is. Dat we afhankelijk zijn geworden in ons gevoel door onze pijn en tragedies als mensheid. Dat we dat kunnen doorbreken en kunnen overstijgen. Dus een overkoepelend iets waarbij alles wat er dus is, gewoon er is. Maar dat we gaan kijken, kan het een grotere betekenis hebben? Want ik krijg ook heel veel om mijn oortjes hoor. Klap, klap, klap. Er gebeurt van alles. Nou, ze zitten er nog steeds op. En ik begrijp het ook. En het gaat niet om mij, maar het gaat om de mensheid. Want als wij allemaal vrij uit gaan spreken, en dat zullen jullie allemaal waarschijnlijk allemaal ontmoeten in je leven, krijg je om het weerstand te maken. En er zijn zoveel boeken geschreven waarin staat wat bij de goede orde hoort. Daar staat het in. Een heel dik boek, hè? Staat het allemaal in beschreven. En er is nog een heel groot ander dik boek en daar staat in beschreven wat bij de orde hoort van de donkere krachten. En daar zijn allemaal in vormen neergezet. Daar komt dus een onderscheid in. Maar als we daar eens naar gaan kijken en gaan zeggen, ja, inderdaad, die krachten zijn er. Maar misschien de manier hoe het hier in de boeken staat, is misschien wel een totaal controlemechanisme, zodat we monddood worden gemaakt, dat we het niet daarover moeten hebben, want als je het daarover hebt, hoor je bij die orde, ben je in dienst van die groep. En nee, en ik zeg, dat is ook zo. Het is een instrument. Het is een instrument in dat schilderij, zodat je erbij wegblijft. Want wat namelijk nodig is, is dat de mens alles gaat bekijken. En alles gaat benoemen. Niet vanuit boeken. Dus als jij 50 jaar in boeken hebt gestudeerd, en je weet alles uit die boeken, en alles wat er in die boeken staat wordt bevestigd in jouw matrix, vergis je niet, dat je zo dat kunt overstijgen en kunt zeggen, aan de kant die boeken, ik ga niet voor de inhoud van die boeken, ik ga kijken met een hele brede view, en ik ga eens even kijken of het zo is dat er een mogelijkheid bestaat dat ik het kan herzien, een andere betekenis kan geven. En daar komt het. Als een mens dat doet, als een mens stapt met haar bewustzijn uit kaders, dus uit de betekenis, uit de etiketten die het heeft gekregen, dus uit de betekenis wat goed en kwaad betekent, dus ook uit de betekenis van geloofssystemen, of dat nou een Luciferiaans geloofssysteem is, of een christelijk geloofssysteem is, of ieder, maakt allemaal niet uit. Als je daar naar kijkt, als een mens daar naar kijkt, als een bewustzijn daar naar kijkt, ongekaderd, dan verandert er iets in de informatie van deze wereld, waar dat ligt opgeslagen en waarin dat zo regeert. Ik zeg eigenlijk dat de mens haar scheppende vermogen, de creatie in haarzelf, dus dat zijn de creators of origin, dus de scheppers van origine, dat is ons bewustzijn, niet bewust denkend te zijn, dus alles weg, dan komt de kracht van de mens tevoorschijn en dan gaat die manier hoe de mens kijkt zonder belang, zonder voorgeprogrammeerde betekenis, gaat die frequentie van de mens in dit vibrationele gecontroleerde veld, waarin allemaal mooie dingen zijn, gaat zo'n enorme trilling veroorzaken en dan pas wordt God geboren. Zo druk ik het uit. Omdat God is een kracht. Nou, en daar hebben we het met elkaar over op deze aarde. En er zijn, zoals ik al eerder zei, heel wat obstakels te overbruggen, te zien, te bekijken. En daarin hoeven we elkaar niet aan te vallen. Dat is niet nodig. Je kunt het oneens zijn met elkaar en een vraag stellen. Hoe zie jij dat? Hoe bedoel je dat? Kun je dat nog eens anders uitleggen? Wordt naar mij ook vaak gevraagd, omdat ik in plaatjes en voor de plaatjes in informatie, gevoelens, krachtgolven communiceer. Dus ik vertaal alles steeds naar woorden toe. En ik ben mij bewust dat mijn woorden niet altijd even gemakkelijk te volgen zijn. Voor de een is dat wel zo en de ander niet. Dus ik moet ook wel eens dingen anders uitleggen. En dat doe ik met liefde en plezier. En dat zal ik ook altijd blijven doen tot het laatste moment dat ik hier op de aarde ben. En ik voel me zeer verbonden met de aarde. Ik voel me zeer verbonden met de mensen. Wij zijn onderdeel van de aarde. En mogen weer terug in het besef dat wij hier überhaupt een deeltje zijn van wat hier allemaal is in trilling en frequentie. Dat is een taal. En die taal die is gekaapt. En dat klinkt heftig, maar de mensen die dat ontkennen, die zouden eigenlijk gewoon eens een wereldreis moeten maken. En dan niet naar de 7 wereldwonderen, maar naar de 7 wereldtragedies.
Maar je moet je oogkleppen gewoon eraf halen en je hart laten stromen. En gewoon kijken, wat is hier nu aan de hand? En dat vrije bewustzijn, die bereidwilligheid om dit te onderzoeken, is zo immens aan het toenemen. Het gaat zo in een enorme snelheid, om het maar even in het woord snelheid uit te drukken, dat we kunnen daar nu zoveel mee doen, dat hoeven we niet meer mee te wachten tot de dag van morgen. Ik heb het mensen weer horen zeggen, het is bijna zover, het is nog niet de tijd, maar het komt eraan. Er is geen tijd, wij beleven tijd, zo leg ik tijd ook uit, zo spreek ik ook dat ik uit de toekomst kom, maar dat is niet de toekomst van deze wereld, het is uit een ander tijdsvacuüm, waarbij in die wereld geen tijdsvacuüm wordt ervaren. Maar vanuit het hier moet ik het wel zo uitdrukken. We hoeven niet te wachten op morgen. De tijd is nu. De tijd is nu om mooi en vriendschappelijk met elkaar om te gaan. En te kijken van hoe kun je elkaar weer benaderen. Hoe kun je, als je iets naast tegen elkaar hebt gezegd, hoe kun je dat rechtzetten? Zonder dat je een excuus hoeft aan te bieden. Want dat hoeft niet. Excuses is nederigheid. Wij hoeven geen nederigheid te zien van elkaar. We hoeven alleen maar elkaars grootheid te zien. En als je oprecht bent en je hebt iets naast gezegd tegen elkaar, kun je vanuit je oprechtheid kun je gewoon elkaar benaderen. En het zeggen dat je ten diepste in jezelf echt dit voelt. En dat het ook anders had gekund. En als je dat zegt vanuit je hart en je meent het en je hebt het besluit genomen, onder in je buik, hè? Het besluit genomen dat het zo is, dan is die vibratie zo sterk, dan is elke vorm van boosheid, gekwetstheid, dat is een discrepantie in de energie, die is weg. Mensen kunnen elkaar weer zien. Dat is wat de mensen op deze wereld, wij allemaal, al in ons dragen. Dat hoeven we niet te leren. Er is geen gradatie in te behalen. We hoeven het alleen te beseffen. En we moeten het ook gewoon durven doen. Ik heb ook tegen mensen dingen gezegd die kwetsend zijn. Ook ik, natuurlijk. Ook ik doe dat. En of ik dat dan bewust doe of onbewust, ik heb het vroeger wel bewust gedaan. Vroeger ook dingen tegen mensen gezegd, bewust om ze te kwetsen. Dat klinkt misschien raar. Maar ik kon die mensen niet bereiken. Dus vanuit mijn taal zocht ik een ingang om die mensen dus uit het denken te krijgen in de emotie. Dan had ik contact. Dat pakte niet altijd goed uit. He? Dus ook daarin ook gewoon kijken van hoe kan het anders. Kijken naar jezelf. Ik kijk naar mijzelf. Ik ben dat ook aan het toepassen. Dat is iets wat we met elkaar mogen doen. En wij zitten nu hier samen zijn met 50, 52 mensen. En we zitten op deze wereld in een enorme versnelling. Over de hele planeet Aarde is hier herziening in. We zien die herziening niet altijd, of bijna niet. Want dan kom je terug thuis en denk je, nou ja, ja mooi allemaal. Maar waar is dat dan? Ik kijk naar buiten en zie ik mijn buren. En ja, die mensen zitten vet in de matrix. Hè? Ja. Dus vet in het programma. En dan denk je van, ja, oké, maar ga daar maar aan het werk. Ja. Juist daar. Ja. Toch? Ja, is ook lastig. Maar als je dan het werk ziet als vertaald in het woord leven, ga maar gewoon leven. Leef maar gewoon. Neem eens de moeite om een keer iets te doen wat je nooit meer zou doen. Omdat je helemaal afgedreven bent van het mens zijn. En aan de andere kant mogen we ook gaan werken met bewustzijn, met de kracht van schepping. Wat is die kracht? Hoe pas je dat toe? Wat is vibratie? Wat is trilling? Het is heel bijzonder. Misschien dat het fijn is om even lekker een moment van stilte te nemen. Naar al die woorden van Martijn. Om die gewoon met je bewustzijn ook gewoon weg. Al die woorden, zo. Weg. Helemaal schoon, clean. Lekker jezelf. In de rust. Ik doe altijd een besef diep in mezelf. Hoe dankbaar en hoe kostbaar het is om hier, hoewel we dat allemaal anders ervaren kunnen, toch samen naar te kijken. Ik vind het een groot cadeau. Neem je in rust maar lekker op je eigen manier. Hoe je het wilt doen. Staand, zittend, hangend. Ogen open, dicht, maakt allemaal niet uit.
hebben een heel mooi fundament met elkaar neergelegd. Gaan we lekker op verder borduren vandaag. En geef mij alsjeblieft niet zoveel kans om te praten. We geven elkaar de kans en ook als de behoefte is om in die stilte te creëren met elkaar en te voelen, dat we dat ook doen vandaag. Het is een belangrijk onderdeel hoor. Kijk, want het woorden zijn nodig, maar we moeten niet de woorden zo ver laten komen dat we daardoor de stromingen die er ook zijn, non-verbaal, dat die dus geen toegang meer krijgen. Het is de tijd dat we als ambassadeurs van de aarde gewoon heel diep gaan voelen, hoewel er zoveel gebeurt, hoe mooi het is om hier ook te zijn. En dat is een enorme uitdaging voor ons allemaal, maar het kan. En dan brengen we in dit universum, in deze wereld, brengen we leven. Leven zoals dat zich hier nog niet heeft voorgedaan in deze ruimte en tijd. Dat is een heel grote eer om daarbij te zijn. Dat is echt een fantastisch iets. En dan ga je ook anders voelen. Je krijgt een ander gevoelsbewustzijn. Dat is een verschuivingsproces. Je krijgt ook andere gedachten. Je gaat andere dingen zien. En dan keer je terug in het oorspronkelijke denken wat voortkomt uit het vrije voelen. En dan spreek je de taal die andere beschavingen, ook menselijke beschavingen, spreken, die zich hier op deze manier, zoals wij hier nu leven, niet openlijk zou laten zien zoals veel mensen dat zouden willen als bewijs om te zien dat het zo is. Ik vind het een hele mooie en kostbare stap die we hier op de aarde aan het zetten zijn. En daar zijn leiders in nodig. Leiders niet over de ander, maar leiders in zichzelf. Dat is onze uitnodiging. Dan is het nu aardse tijd. En denk ik dat we een beetje gaan wandelen richting de plek waar we net vandaan kwamen. En voor de mensen die thuis ook hebben gekeken, weet en voel dat je erbij bent. En weet en voel dat je meedraagt en meecreëert. Want we zijn het met elkaar aan het doen. En je kunt niet aansluiten bij niets. Je kunt alleen maar jouw vibratie uitzenden en weten dat dat ontiegelijk belangrijk is. Dankjewel. Tot straks, lieve mensen. Dan gaan we lekker wandelen. Ja.